Ah, dat was weer. Nog eens. Hè? Nog een keer herhalen. Waar stonden we? Aan de ene kant, hè, ligt er nog steeds een golfverschijnsel. Een elektromagnetisch golfverschijnsel. Hè? Gekarakteriseerd met een omega en een richtingsvector k. Ja, dat noemen we een moot. Hè? We hadden de simpelste situatie van zo'n moot geschetst. Hè? Hier heb je de voorplantingsrichting. Zo, en loodrecht op die voorplantingsrichting. Dat is wat ik nou schets, is een vlakke golf in vacuüm. Staat mijn elektrische veld. Golft heen en weer, dat is een golfverschijnsel. En loodrecht op dat elektrische veld en die k-vector golft dan mijn magneetveld op deze manier. Ja, dat is de meest simpele situatie die je kan hebben. Nu voelen we het elektrisch veld veel meer dan het magneetveld. Dat heeft te maken simpelweg met het veldje, het epsilon 0, fysiek in grote getalletjes dan mu 0. En daarom noemen we de richting van het elektrisch veld, dat noemen we de polarisatierichting, omdat dat de meeste interacties over het elektrische veld gaan. Ja? Nu, in deze vlakke golf heeft in essentie twee onafhankelijke polarisatierichtingen. Het zou met het papier mee kunnen zijn of juist het papier uit kunnen steken. Nou, bij die golf hoort dus een omega, hoe snel het verandert in de tijd, en een k, de voorplantingsrichting. En je kunt je voorstellen dat die twee niet onafhankelijk van elkaar zijn. Dus een beetje in een analogon, zoals op de middelbare school, de frequentie en de golflengte bij elkaar, van elkaar afhangen. Zo heb je dat hier ook. C is lambda keer f, en nou is omega, is c keer k. Aan de andere kant, hè, dit was klassiek eigenlijk, zoals je wilt, hè. Hadden we geleerd dat de energie van zo'n moot kwam in vaste pakketjes. En de grootte van die pakketjes hing af van de frequentie van die moot. H keer omega, de hoekfrequentie eigenlijk. Eén zo'n pakketje, dat noemen we een foton. Ja, die n noemt dus niet anders dan het aantal fotonen. Oké, tot nu toe hebben we alles handenzwaaiend gedaan. Nu komt de paper. We gaan die datzelfde, nu wiskundig doen. Dit is echt iets voor de tweede ronde. In eerste instantie moet je fenomenologisch of intuïtief begrijpen wat hier aan de hand is. Dit doe je dus pas als je dat gedaan hebt. Misschien doe je dat ook niet bij de eerste keer dit college volgen. Ja, is dit echt iets voor later? Daar gaan we. Dat is ons zwart lichaam. Hè? Dus denk eraan, het is een trilhol, dus het veld zit in die doos. Hè? En op de rand van die doos, daar moet het veld nul zijn. Die doos heeft dimensies. Hè? Maak ook even een x, y, z assenstelsel. Nou, denk eraan, hè? Elektromagnetisme zijn golven. En die golven moeten dus in die doos passen. Dat is een beetje hetzelfde als een trillende snaar. Hier heb je die snaren en het moet tussen die twee vaste knopen passen. Aan de wanden moest het nul zijn. Ja, dus die snaren sinusoïde was, hè, k keer x. Daar waren alleen maar vaste waarden van k toegestaan. Namelijk zodanig dat k keer l pi was, 2pi, 3pi, 4pi, op die manier. Dus niet zomaar iedere k kan. Datzelfde hebben we hier. Alleen dan heb je niet één sinus, hè, maar dan heb ik eigenlijk drie sinussen. Eén voor de x-richting, één voor de y-richting en één voor de z-richting. En het moet in die doos passen. Dus kx keer lx moet een veelvoud van pi zijn, hè? Pi, 2pi, 3pi. Ki keer li moet een veelvoud van die pi zijn. Pi, 2pi, 3pi, 4pi enzovoort. En kz keer lz moet een veelvoud van die pi zijn. Dus we weer kunnen niet zomaar iedere waarde van k. Hele specifieke combinaties van kx, ki en kz kunnen. Ja, die kx is nx keer pi gedeeld door l. Op deze manier. Dit zijn de enige combinatie, enige waardes van kx, ki en kz, die golfjes geven die in die doos passen. Wat ik hier gedaan heb, is eigenlijk niets anders dan dit plaatje, hè, wat we net bij Rayleigh jeans ook hadden, hè. Alleen dan met alle mogelijke golven door elkaar, hè? Gewiskundificeerd, als dat ook woord is. Dat is wat ik gedaan heb. Oké, nu ben ik geïnteresseerd
in de hoeveelheid modes met een eikenfrequentie tussen omega en omega plus d omega. Ja? En nogmaals, hè, ik had net dat de golfjes die in mijn doos pasten, hè, had ik geformuleerd in termen van k. Nu had ik gezegd, er is een relatie tussen die omega's en die k. Hè? Die k is die omega gedeeld door c. Dus die, als k omega gedeeld door c is, hè, is dk is d omega gedeeld door c. Nou, nu kan ik niet zo goed tekenen. Of 3D tekenen. Dus ik heb dit plaatje met PowerPoint gemaakt. Hè. Ik heb het snel de stiekem neergeplaatst. Ik heb ook nog eens de z als weggelaten. Dus eigenlijk is het een driedimensionaal plaatje. Maar ik heb hem even, om ons te oriënteren, tweedimensionaal getekend. Nou, wat is nou die d omega omega? Dus de hoeveelheid modes die er zijn in dat schilletje tussen omega en omega plus d omega. Ja. Dat is het volume van dat schilletje die ik daar teken. Ja. Keer de dichtheid van die punten. Die punten zijn alle kx en ky, en dus ook de derde richting die ik niet getekend heb, die toegestaan zijn. Hè. Zie je dat? Ja, pas op, hè. Want iedere mode heeft nog ook twee polarisatierichtingen. Dus dit moet ik keer 2 doen, vanwege de polarisatie. Oké, gaan we dit stap voor stap doen. 2 had ik al, hè. Nou moet ik de volume van die schil hebben. Dat is de oppervlakte van dat bolletje. Dat is of 1/8 deel. De hele bol gaat 4 pi k kwadraat zijn. 1/8 deel, hè. Want ik heb alleen de kx en ky kz'en die positief zijn. Ja, dat is het. Keer de dikte van die schil. Dk. Nou, moet je die k omschrijven naar omega. Die k was omega gedeeld door c, dus die k kwadraat wordt omega gedeeld door c kwadraat. En die dk wordt d omega gedeeld door dc. Dat is het volumetje van dat schilletje. Nou, de dichtheid van die puntjes. De afstand tussen die puntjes in de x-richting is pi gedeeld door lx. In de y-richting pi gedeeld door ly. In de z-richting pi gedeeld door lz. Ik heb het in het plaatje net bijgetekend. Dus ieder puntje heeft een ruimtetje om zich heen. Pi gedeeld door lx keer pi gedeeld door ly keer pi gedeeld door lz. Wat is dan de dichtheid? 1 gedeeld door die ruimte. Dus dit. Nou, lx, ly, lz vermenigvuldigd. Dat is het volume. Een beetje herarrangeren geeft me dit. Die d omega kan ik alvast wegkruisen. Dus wat ik hier al uitgerekend heb, is de hoeveelheid modes met de frequentie tussen omega en omega plus d omega. Nou, eerst het klassieke resultaat van Rayleigh-Jeans. De intensiteit is de hoeveelheid modes keer de gemiddelde energie van zo'n mode. En daar gaat die klassiek fout. Die gemiddelde energie van zo'n mode, hè, dus dat was die formule die we hadden, hè, die gemiddelde energie van die mode stelt die gelijk een K-Boltzmann keer T. Daar moeten we straks iets corrigeren. En dit is het resultaat van Rayleigh-Jeans. Ja, nogmaals, hè, klassiek hadden we gesteld, de energie per mode is gewoon simpelweg K-Boltzmann keer T. Of in ieder geval evenredig met T. Dat is niet correct. Daarvoor moeten we dus die kwantisering gaan invoeren. En daarvoor gaan we dus uitrekenen wat de gemiddelde bezetting is, hè, n is per mode. Hè, die, als je zo wilt, hè, die gemiddelde energie per mode is nou frequentie afhankelijk geworden. Nou, welke energie per mode heb je? Dat was hem. Hè? Dat heet de an, het aantal fotonen. Nou, de kans op n fotonen, hoe reken je dat uit, in het kanonieke ensemble, dus met de partitiesom, bij gegeven temperatuur T, hè, standaard statistische fysica, op deze manier. Wel maar eens? En nou wordt het gewoon rekenen. Dus de verwachtingswaarde voor n, het aantal modes bij een zekere frequentie, hè, is dit. Ik heb die z naar voren gehaald. Hè? En wat was die z ook alweer? De
partitiesom, daar is hij. Nou, die plus een half, hè, dump ik ook even. En nou haal ik een gemene truc uit. Ik ga hem op deze manier schrijven. Afgeleide van de ln is 1 gedeeld door, hè. En de afgeleide van die som is precies de som die boven de brokstuk staat. Zie je dat? Het mooie is dat die som die daar nou staat, die herken ik. Ik kan die 1 macht namelijk schrijven als tot de macht n. En dan staat er een welbekende telescoopreeks, namelijk deze. Herken je hem? Dus die som die daar staat, hè, kan ik vervangen door 1 gedeeld door 1 min r. Waar die r die 1 macht is. Dus ik heb dit. En nou is het simpelweg een punt geworden van afgeleide nemen. Hé, hey, dat komt op de kleuterschool, hè? Daar gaan we. Dat is dit. Dit doe ik dat even lekker stiekem snel, hè? De laatste stap is het samenvoegen. Daar gaan we. Dus die gemiddelde is n keer h-omega. Die n hadden we net uitgerekend en die d-omega, dat was die we eerder ook al hadden. Hè? En dit is ons resultaat. Nog een beetje oppoetsen. Nou, als ik alles deel door het volume, hè, dan krijg je de gemiddelde energiedichtheid per volume-eenheid. Hè? Dat is dit. En dat is het klassieke resultaat. Voilà, Bob's your uncle.